Nee, kijk, het enige wat ik altijd heb geweten, en ik weet niet of ik daar gelijk in heb, het leven speelt zich af voor de dood. Voor de dood gebeurt het. Er zullen hier in Groningen natuurlijk nog wel een paar gelovigen zitten. En die zullen zeggen, nou Joep, maar na de dood is er ook nog wat. Nou, succes. Hè? Maar, ja, maar ik denk dat het voor de dood moet gebeuren. En ik weet nog altijd, mijn eerste dode die ik in mijn leven ontmoette, dat was mijn oma. Dat was de oma van de sokken waar ik het net over had. Ik weet nog zo goed dat mijn oma doodging. En dat heeft zo'n verpletterende indruk op me gemaakt. Mijn oma ging dood en die werd, nou, eerst werd ze ziek, volgens mij is met een longontsteking, ik weet het al niet eens meer. Ik was klein, de huisarts kwam, er was paniek in huis, mijn moeder ging met die huisarts praten, er werd zo'n grote mensengesprek op fluisterende toon. Ik stond er als jongetje zo bij en zei mijn moeder, Joep, jij nu even weg. En toen dacht ik, hier moet ik even bij blijven, weet je wel. Dat ken je wel, dit werd mijn eerste to be or not to be, hè? En dat gesprek was prachtig, mijn moeder zei tegen die huisarts van, dokter, kunt u nog iets voor mijn moeder betekenen? En zei die dokter, absoluut mevrouw. En ze zei, mijn moeder, maar dokter, eerlijk zeggen, kunt u mijn moeder nog beter maken? En zei die dokter, mevrouw, ik ga uw moeder beter maken. En ze zei mijn moeder, maar dokter, hoe gaat u mijn moeder dan beter maken? En zei die dokter, heel simpel mevrouw, door uw moeder te laten overlijden. En dat was zo lief van die dokter. Kijk, nu zou de dokter oma nog minimaal 12 jaar in een luier laten jeuken. Weet je, het is een andere tijd. Ja, ik wil uw cabaretavondje niet verpesten, maar ik bedoel, we zitten hier in de Groningse Schouwburg met 800 mensen bij elkaar. En iedereen die hier vanavond is, heeft op dit moment wel ergens een oude vader of een oude moeder of een oude oom of een oude tante die in een zaaltje bij een tehuis aan een aquarium zit te likken. Laten we gewoon eerlijk zeggen. Hè? We hebben allemaal wel ergens een oudje dat heel graag het nummer van Janssen Steur zou willen hebben, weet je, dat. Maar, nou ja, laat ik het zo zeggen, we hebben allemaal wel iemand die niet meer wil, maar nog wel moet. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een goede vriend. En die vriend, die heeft een moeder en die moeder is 93 jaar oud. En die moeder, moet je je voorstellen, die ken ik van vroeger. Die moeder, die ken ik uit mijn jeugd. Daar heb ik als kind, heb ik daar gelogeerd. En ik kom laatst met die vriend tegen. Ik zeg, hey, hoe is het met je moeder? Zeg, ja, ze mag niet klagen. Dat wil ze wel, maar er is absoluut geen tijd voor. Maar het gaat wel goed. Ja, kleine dingetjes. Ze kan niet meer lopen. En ze herkent niemand meer. Ze is een beetje doof. Ze ziet bijna niks meer. Ze krijgt dag en nacht het huis bij elkaar. Ze begint een beetje door te liggen. Ze flikkert een gebit door de eetzaal. Maar naar omstandigheden gaat het eigenlijk wel. Ja. Ik was laatst bij haar en toen zat ze in zo'n zaaltje heel gemoedelijk voor de televisie met allemaal van die oudjes. Ik zeg, waar kijkt ze dan nog naar? Ja, weet ik veel, nog een of andere skischans waar allemaal showbiz-afval naar beneden werd geflikkerd. Ik heb laatst in België opgetreden bij dit programma. En toen moest ik opeens aan de zaal met Belgen uitleggen dat wij dit soort televisieprogramma's hebben. Ik moest opeens uitleggen dat hoe in Nederland de televisie in elkaar zit. Dus toen heb ik verteld dat wij zelfs een speciale dementenzender hebben, SBS, weet je. Ik heb die mensen gewoon een beetje bijgepraat. En vertelde dat we zelfs een tijdje een programma hadden met een duikplank waar we stukken vlees op legden en dat we dan die stukken vlees naar beneden flikkerden. En zei die Belgen, en dat vlees leeft. Ik zei, ja, daar zijn de meningen over verdeeld. En toen heb ik aan een zaal met Belgen uitgelegd wie Patty Bart is. En toen hebben we die avond een tweede pauze ingelast. Maar ik zei tegen die vriend van mij, toch is het raar. Ik bedoel, je moeder is je moeder en iedereen houdt van zijn eigen moeder. Ik zeg, in jouw geval, je had een geweldige moeder. Ik bedoel, je moeder heeft bij de Universiteit van Amsterdam gewerkt. Je moeder is met je vader getrouwd geweest, ook een dagtaak. Je moeder heeft 4 zonen schitterend opgevoed. Je moeder heeft de kleinkinderen een mooie jeugd bezorgd. Je moeder heeft een sportclub drijvende gehouden. Je moeder heeft mooie reizen gemaakt. En nu is het leven van je moeder bijna voorbij. En nu zit ze in een zaaltje te kijken naar SBS. Ik herhaal, SBS. Naar Patty Bart, ik herhaal Patty Bart, die van een duikplank flikkert en daarna niet dood is. Ik bedoel, dat. Nee, dat bedoel ik niet onaardig, maar ik denk zelf dat het toen de tijd veel beter was geweest als. Nou ja. Nee, dat bedoel ik niet gemeen, maar ik denk dat het voor de hele familie Bart, voor iedereen was het gewoon veel beter geweest. Nou, laat ik dan maar even veel duidelijker worden. Ik denk dat het heel goed zou zijn als elke stad zijn eigen duikplank zou krijgen. Nee, dat ben ik serieus. Ik denk dat heel veel levens op een gegeven moment
eigenlijk voorbij zijn. En dan moeten mensen nog een jaar of 12 een beetje achter een rollator stiefelen. Dan zou het toch geweldig zijn als je zelf naar de duikplank zou kunnen gaan. En ze zeggen, ja, Joep, maar wanneer moet je dan naar die duikplank? Nou, dat weet ik niet, dat moet je aanvoelen. Dat zeg, heb je een tip nou niet echt? Nou, misschien één. Als je op een gegeven moment bij een artiest in theater zit en je maakt zijn rijmpje af, dan zou je er eens heel veel zitten. Nee, maar ik vind het zelf ook grappig. Maar dan zou je er eens heel voorzichtig over kunnen gaan nadenken. Maar ik denk sowieso dat het heel goed zou zijn als elke stad een eigen duikplank zou krijgen. Zoals ik ook denk dat het heel goed is als er een speciale artiestenduikplank zou komen. En ze zeggen, en waar moet die dan komen? Nou, bijvoorbeeld op het dak van het Amsterdamse Hilton. Dat lijkt me een prachtig punt. En die noemen we dan de broodplank. En dan krijg je dat. Ik zei dat laatst tegen mijn vrouw. En toen zei mijn vrouw, dat is een goed idee, Joepie. Maar dat zei ze zo enthousiast. Ik zei, maar lieverd, maar ik ben toch nog niet toe aan de duikplank. Zei ze, wat zeg je? Ik zei, ik ben toch nog niet toe aan de duikplank. Ze zei, nee, als je zelf vindt dat het nog kan. Ik zeg, maar met mij gaat het toch nog wel? Ze zei, jawel. Ik zeg, maar wanneer zou ik dan van die duikplank moeten? Zei ze, nou, je zou er eens heel voorzichtig over kunnen gaan nadenken als je na de housewarming party van je nieuwe huis terugfietst naar je oude. Misschien is het dan tijd voor de broodplank.